Ik heb de spontane drang om elk Pokémon-spel terug opnieuw te spelen. Maar omdat ik elk spel al 1000 keer gespeeld heb, gaan we het een beetje anders doen. Dit is geen gewone playthrough, nee. Dit is Sample Text Ultimate Randomizer Nuzlocke. Pokémon, random. Items, random. Abilities, random. Items in de shop blijven hetzelfde, want anders kunnen we geen Pokémon vangen. Eens zien wat Professor Oak voor ons in zijn laboratorium heeft. Gramps, I'm fed up with this waiting. Ja, ik ook hoor. Rotjoch, zo heb ik dus mijn tegenstander genoemd. Het is ook een rotjoch met een hondenkoppie. Here, sample. There are 3 Pokémon here. Hey Gramps, no fair. What about me? Oh, pak, rotjoch. Je krijgt er ook één, zegt dan Professor Oak. Inderdaad. Ik ben de ster van de show. Rotjoch, ik krijg als eerste een Pokémon. We kunnen kiezen tussen Rhyhorn. Maar die wil ik niet. Nee. Dan kunnen we Laleep. Laleep, dat is een plant. Daar wil ik helemaal niet mee spelen. En Ekans. Ekans. Oké, wacht. Als wij Ekans pakken, wie pakt hij dan? Pakt hij dan Rhyhorn? Rhyton? Want Poison is not very effective. Maar Poison is super tegen deze. Kut. Oké, we pakken Ekans. Ekans is volgens mij de leukste waar we mee kunnen spelen. Nickname. Ik ga geen nicknames geven, maar als er mensen in de comments een naam sturen, dan ga ik die wel gebruiken als we bij de name raider komen. En hij pakt Laleep. Oké, dat is goed. Hopelijk hebben we al poison moves. Want ik heb in de settings aangezet dat we, denk ik, 3 moves krijgen. Moves zijn ook random, maar prefer the same typing. Anders moeten we opnieuw beginnen. Wacht, wat? Hey, dat is geen Laleep. Wow. Oké. Hij heeft dus altijd random Pokémon's, denk ik. We hebben Petal Dance. Is dat damage? Of is dat confuse? Damage! Let's go! Hij heeft Rock Slide. Dat gaat niet zoveel doen, denk ik. Kut. Oh, en Petal Dance blijft. Kom op. Kill. Yes. Easy peasy. Eerste rivaal battle down. En een leveltje erbij. Nice. Zwimmer. Zwimmer Rotjoch. Ja, dat ziet er niet uit als een zwimmer hoor. Hij heeft zijn broek nog aan. Hij heeft zijn kleertjes nog aan. Dit is by the way ook mijn derde attempt dat ik deze doe. Want de eerste randomizer die ik deed, viel de stroom opeens uit. Was ik alles kwijt. Alle videofiles weg. En dan de tweede attempt, viel de stroom weer uit. Dus ik hoop dat het niet een derde keer gebeurt, want dan flip ik helemaal. Nu, wat is er allemaal te zien in route 1? We kunnen hier een Arcanine vangen, ja. Een Spoink. Een Lunatone. Oké. Gaat het dan zijn? Ik denk dat het dat is. Maar we hebben nog geen Pokéballs. Dus de regels stellen pas vanaf dat we Pokéballs hebben. Oh! Regirock! Niet bepaald hetgeen wat ik wil, want volgens mij heeft hij gewoon Explosion. Elke Regirock heeft altijd Explosion. Daar wil ik niet mee vechten. Waar is de markt? Zodat wij ook zijn pakketje naar hem kunnen brengen. Want die luie man is te lui om zelf dat te gaan halen. Hey, you came from Pallet Town. Ja, that's right. That's right. Ken ik Professor Oak? Natuurlijk ken ik hem. Of course, dat is mijn buurman, G. Geef me pakje maar hier. Ik geef dat wel. Maar voordat ik naar daar ga, wil ik wel eerst zien wat er aan de andere kant te beleven is. Is hier ook geen item? Jawel. Een nestbal. Leuk. Ah, maar kut, nu hebben we een pokeball. No. Oké, wacht. Nu moet ik... Nee. Nu kan ik niet daar gaan checken, want nu heb ik een pokeball. Nu gelden de regels. Nu moet ik nog terug zien te raken naar Pallet Town zonder iets tegen te komen. Zo. Alles gaat tot dat laatste stukje gras. Oh, please. Please, kom niks tegen. Ik ga speed up doen. Oh, thank god. I almost forgot. What did you call me for? Ah ja, juist jongens. Jongens, ik heb jullie nodig om iets belangrijks te doen. Hier op mijn bureau ligt de high-tech encyclopedie. De Pokédex. Die is voor jullie. Oh, dankjewel meneer Oak. Dank je. Dus ga maar uit in de wereld en verzamel data voor mij. Zodat ik mijn research kan doen. Dat is basically wat hij zegt. Zo, want dat is een lui hond. Hij zit liever thuis. Ik snap hem wel. Ik zou het ook liever doen. Ik zou ook liever aan kleine kinderen zeggen van, hey, ga naar buiten. Godverdomme, laat mij hier binnen chillen. Mijn ouders zeiden vroeger ook altijd tegen mij. Ga naar buiten. Ga buiten spelen. Wat zit je binnen op je PlayStation? Ga naar buiten, godverdomme. Ga naar buiten. En nu zit ik hier nog altijd binnen. Achter mijn computer.
Ik ben totaal niet aan het lezen, maar niet dat het uitmaakt. Ik heb het spel toch al 1000 keer gespeeld. Dan moet ik nog naar mijn moeder voor running shoes. En dan zijn we klaar om op avontuur te gaan. En eerst checken, we krijgen normaal een potion in onze PC. Wat is dat geworden? We hebben nu in onze PC een blue flute. Dat is wel handig. Krijgen wij geen running shoes, normaal gezien? Of geeft hij dat aan ons als wij vertrekken? Nee? Nee, ik heb geen running shoes. Oké, fine. Wat vangen we vandaag? De eerste vangst, een skiploom. Die hadden we ook nog niet gezien. Ik ga gewoon maar proberen met de pokeball. Kom op. Druk op B. Gewoon op B drukken. 100% catch rate als je 1000 keer op B drukt. Kut! Splash. Ik ga niet zeggen dat hij enkel splash heeft, hè. Want dan wil ik hem niet, hoor. Kom op. Kom op. Kom op! Ah. Yes! De eerste vangst is binnen van deze randomizer Nuzlocke. Een skiploom. Ik wil geen nicknames geven. Ik ben echt slechte namen geven. Nu we ook effectief dingen kunnen kopen in de markt, denk ik dat we best een potionje of twee kopen. En een paar pokeballs. We hebben 3k. Dus pakt 6 pokeballs. Ah, een antidote hebben we ook wel nodig als we poisoned zijn. Pak er zomaar 2. Paralyze heal, daar kunnen we voorlopig nog wel even mee. Zonder mee. En 3 potions. Dan zijn we even safe. Maar wat ik net dus wou doen. Checken in die andere route wat er daar te vangen is. Route 2. Wat is onze vangst hier? We hebben een Loudred. Dat vind ik een leuke. Dat vind ik een leuke. Dit was ook mijn favoriete Pokémon-kaart van Paradox Rift. De Loudred Illustration. Dat was een mooie. Gaat Poison Fang killen? Ik denk het niet. Of het moet critten. Oké. Okay. Signal Beam. Bug. Dat is not very. Dan moet hij normaal gezien direct dat balletje in. Blijven zitten, hè, Loudred. Blijven zitten. 1. 2. 3. Yes. We hebben Ability Suction Cups. Anchors the body. Dus dat wil denk ik zeggen dat hij niet kan worden weggeroard. Of gewhirlwind. En heeft Grass Whistle. Swords Dance? Yo. Yo. Swords Dance op Skiploom? En dit is denk ik. Dat staat er niet bij in deze generatie zeker. Of dat physical is of niet. Of special. Dan Loudred heeft Double Slap, Rapid Spin, Bind en Signal Beam. En de ability Water Veil dat prevents burns. Oké, okay, nice, nice. Ah, wat heeft Ekans eigenlijk als ability? Battle Armor. Blocks critical hits. Dat is heel goed. Dan moeten we nooit schrik hebben dat we gecrit worden bij Ekans. Maar voordat we naar Brock gaan, wil ik toch wel eerst heel mijn team level 10 hebben. Ah, dat is route 22, by the way. Niet route 2. Let's see wat hier nog te vinden was. Een Clefairy. Een Dodrio. Een Mawile. Die had ik ook wel graag gewild, eigenlijk. Een Scizor, yo! Oh, nu ben ik wel een beetje teleurgesteld met Loudred. Ik weet dat we hierboven Rotjoch ook een keer kunnen verslagen, maar dat wil ik even niet riskeren, eigenlijk. Oh shit, hier was ook een Cloyster. Damn. Route 2. Maar ik weet, onder Pewter City is ook route 2. En daar zitten andere Pokémons, dus ik ga proberen hier geen Pokémons tegen te komen. Zo, yes. Smart boy, I am. En dan kunnen we hier wel iets vangen, in Viridian Forest. Wat zit er hier? Wat is onze vangst van deze plek? Het is een... Oh, yo, yo! Ja, ja, Starmie. Dat is fucking goed. Cheese, that's great. Oh nee, kut! Super effective, was ik vergeten. Oh... Oh, ik zat echt met mijn handen in de lucht van nee. Twister, that's fine. Back. Oh, kom op. Dit is echt huge. Dit is echt huge. Kut. Icy Wind. Oh, nee. Die is level 4. Daar kunnen we wel even surviven. Kut, nee. We moeten wel switchen. Ik wil niet Skiploom verliezen, want die heeft Swords Dance. Loudred. Jij kunt wel een Icy Windje tanken. Hoop ik. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Yes! Ja, dit is echt huge. Dit is echt insane. Doet de special en de speed van Stormy insane. Wat zijn zijn moves? Hij heeft Cloud 9, negates weather effects. Dat is misschien nu niet het beste voor watermoves, maar fijn. Twister,
Whirlpool, Imprison en Icy Wind. Dat is niet slecht. Oh, eerste trainer battle. De eerste trainer battle. Het is een biker. Biker Bob met een Weeping Bell. Level 6. Niets wat mijn Skiploom niet aan kan. Air Cutter, super effective. En we hebben Sword Stance Buff. Oh, en level 9 Skiploom, jawohl. Skiploom wordt onze carry heel deze game. En een Pineco, oh shit. Tenzij dat hij Explosion heeft, wat ik hoop dat hij niet heeft, gaan wij winnen? Yes, oké. En een crit, thank god. Crit was volgens mij niet eens nodig, maar thank god. Fake out. Oh ja, dat is goed voor de gym. Oh, maar wat gaan we wegdoen? Oh. Bullet Seed Stab. Air Cutter. Sword Stance. Kijk, Crunch is gewoon 80 damage. Zo early on. Dat wil ik niet wegdoen. Bullet Seed is 10 per shot. Maar dat is Stab. Dus dat is basically 15 per shot. En dan Air Cutter. En we zijn ook Air Cutter. We zijn ook Flying Stab. Oké, Bullet Seed, get out. En waar is die andere trainer hier? Waar is die andere trainer hier? Pak hem in zijn rug. Ik heb hem gejumpscared in plaats van hij mee. Is dat die met veel? Ja, 3. Kabuto. Level 7. Ik moet switchen naar Skiploom. Nee. Ja, shit. Hiervoor hadden we dus Bullet Seed nodig. En dat heb ik dus weggedaan. Ancient. Oh! Oh! Nee. Nope, 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 nope. Akans, Akans, you got this. Akans, you got this. You got this, Akans. Oh. Battle Dance. Was ik even vergeten dat Akans dat ook had. Dat is zo goed als dood, denk ik. Ja, ja. Dat heb je met die quadruple effective moves, hè. En dan een Abra. Shit, dus die gaat ook waarschijnlijk Psychic of iets hebben. Bug is normaal gezien super effective tegen Psychic, als ik mij niet vergis. Yes. En een Rapidash. Daar kan Loudred nog wel aan. Dubbel? Triple? Huh, crit? Quadruple? Oh. Rapid Spin dan, hè. Water Veil! Ja! Oh, Loudred, je zit ook wel in gigachat. God damn. En 288, god. Ho. Dat is level 10? Ja. En just like that is Loudred de MVP. Tot nu toe. Wat zit er in de mystery Pokéball? Een PP max? Dat is goed. We need big PP. Big PP energy. Dan hebben we hier nog een trainer. Met welke Pokémons? Wat gaat zijn naam eigenlijk zijn? Daar ben ik eerder benieuwd naar. Biker Ann. Ziet er niet uit als een N. Maar Love Disc. Deze Pokémon haal ik echt met heel mijn hart. Love Disc. Het is echt zo useless. Ja, ik haat gewoon Love Disc. Echt gewoon een kut Pokémon. Daarvoor gaan we Ekans gebruiken. Want die heeft toch Battle Dance. Hyper... Ik neem mijn woorden terug, Love Disc. Ik neem mijn woorden terug. What do you mean? Why? Waarom? Holy... Ik heb het gevoel dat ik een facecam nodig heb, want ik was weer gekke dingen aan het doen met mijn handen. Van, oh shit, what the fuck, waarom heeft die hyperbeam? En waarom zijn we confused? Please, Ekans, please, don't do it, don't do it. Ik haat u met een passie, Ekans. Hydro Cannon, wat? Wat heeft deze lusten? Oké, don't fuck with Love Disc, boys. Het is het niet waard. Love Disc gaat u waarschijnlijk gewoon... helemaal neerslappen met zijn ultra goede moves. Zijn er nog mandatory trainers hier? Anders kan ik beter teruggaan. Hier was ook trouwens een Lugia. Hoezo hebben we de eerste 20 Pokémon's totaal niet tegengekomen? Dan denk ik dat dit de laatste trainer is van Viridian Forest. Ik ga nu al gokken dat een biker Andrea noemt. Biker Mike. Oh. Oh. So close, yet so far away. Sharpedo level 9. Die kan Ekans aan, die kan Skiploom ook wel aan. Oh, kut. Oh, kut. Ik dacht dat Ekans ook nog vol HP was. Die kan Skiploom aan, dat is wat ik dus zou zeggen. Ingrain, not super. Dan X-Swords Dance gewoon. Tenzij die nu Sunny Day. Als hij nu Fire Blast doet, dan ben ik genaaid.
Hydro Cannon, oké. Dus de mens doet Sunny Day om dan Hydro Cannon te doen. Super slim AI, dankjewel. En dan zijn we safe. Dan zijn we safe, want we zijn nu in Pewter City. Na deze trainer, of course. Nu zijn we safe, want we zijn in Pewter City. Hier is een koffing. Een koffing, oké. Sure. Wil ik een koffing? We kunnen altijd maar gewoon proberen, hè. Pokeball? Nee. Laten we die nestbal eens proberen. Wat is dat? 1, 2, 3. Oh! Hij is wel maar level 3, dus ik denk niet dat ik hem in mijn team wil voorlopig. Dat gaat een backup zijn. En dan zou ik eigenlijk ook nog een beetje moeten trainen, want ik heb wel een beetje schrik eigenlijk, hoor. Oh my god, hier was een Larvitar. No. En een Mantine. Oh, wow. Sunkeuren, oké, boeit me niet zoveel. Een Absol. Hier was een Absol. Nee, kan je hoger level 2? Oh, die had ik wel heel graag gewild. Mijn Pokémon's zijn een beetje getraind. 2 van level 10. Skiploom level 14, Loudon 13. Ik ga Skiploom van voor zetten. En dan zal alles wel goed komen. En als het niet goed komt, dan suk ik een Pokémon. Ik heb normaal gezien ook dat het een type Chim is. Dus welke type gaat het zijn? En hoe noemt deze dude? Dat wil ik ook wel weten. Het is Weightlifter Wellington. Je ziet er niet uit als een weightlifter, jongeman. Doduo. Dus ofwel normal type, ofwel flying type. Niets wat Skiploom niet aan kan. En een Diglett. Ja, hiervoor hadden we dus Bullet Seed nodig. Hè. Hiervoor hadden we dus Bullet Seed nodig. Maar Ekans heeft ook nog een Grass Move. No worries. No worries. Battle Dance zal het wel moeten doen. Bone Rush. Bone Rush. Stop. 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 Nee. Geen zorgen. Geen zorgen. Oh, no. Double Slap. Super fijn. God damn, dat is ook een goede move. Maar gaat hij zo slim zijn om dan... Die gaat terug boomerang doen, hè. Oh, no. Ik ga een potion gebruiken, hè. Ja, boomerang. Ik wist het. Ik voelde het al aankomen. 1. Dat doet gelukkig niet zoveel damage. 2. Ja, nu hit het 2 keer. Nu. Nu hoeft het niet, hoor. Nu maakt het niet meer... Oh, no. 1. 2. 3. Oeh, amai, mijn hart. Mijn starter. Weg. Oh nee, mijn hart is gebroken. Oh. Oké, change name. Dead. Ons eerste slachtoffer. Was onze starter nog wel. Oh, dat vind ik jammer. Dat vind ik echt jammer. Brock, ik hoop dat je iets chillere Pokémon's hebt, want ik wil niet dat er nog meer slachtoffers vallen. Mijn Pokémon's zijn allemaal rock hard. Ah, sure. Maar als ik zoiets zeg, ik ben rock hard, dan gaan de meisjes allemaal weg. Ja, nee, zo werkt het niet, hè. Dat zijn dubbele standaarden, hè, Brock? Cool trainer Esteban. Ja, hij ziet er wel uit als een Esteban. Poliwhirl. Ja, hier hadden we dus Bullet Seed voor nodig, hè. Ik ga een fake-outje doen, om mee te beginnen. Swordstance of 2, 3. Wow, gaat wel, hè. Swordstance, ja. Headbutt, geen crit, please. Dank u. En weet je wat? Gewoon balls deep. Nog een Swordstance. Dan gaan we sweepen met deze move. Ik hoop dat dat een gewone attacking move is. Yes. Dan, who's next? Level 15, ja. Destiny Bond. Hey, nee. Ik probeer hier een Nuzlocke te doen. Ik wil dat er niemand doodgaat. Geen Destiny Bond. Oh, een Beldum. Oh, dat is super. Dat is toch... dingen. Die gras. Grasfighting. Nee. Oh, nee. Dat is totaal niet wie ik in mijn kop had. Ik zal wel een foto erbij zetten. Deze had ik in mijn kop. Gaat healen goed zijn? Ik ga gewoon healen. We zijn plus 6. Oh my god, Meteor Mash. Oh no.
Oké. Hoeveel damage was dat? Dat was meer dan 20, hè. Was dat meer dan 20? Nee. Dat was 19 of zoiets. Kut. Oh, no. Ik denk dat we... Ik denk... Laudrit, kom op. Laudrit, je moet het doen. Je zult het moeten doen. Ik heb geen healing meer. Ik heb alles verspild. Hij mist. Godverdomme, ik had beter kunnen blijven. Godverdomme, hadden we wel kunnen sweepen. Fuck it, Focus punch? Super. Ik dacht dat dat super effectief ging. Kut. Oh, dat is not very effective. Oh, no. Dat was een crit. Oh? Hits 5 times? Oh, Laudrit, you a G. Jij bent echt een G. Dit moeten we toch wel overleven. En Rapid Spin. Oh, yeah. Daar hebben wij geweldig gespeeld, dames en heren. Cool trainer Esteban is neer. En we krijgen de Boulder Badge. En dan gaat hij normaal ook een TM geven, wat waarschijnlijk iets helemaal anders gaat zijn. TM 39. Maar wat hebben we echt gekregen? Charge gekregen. Oh. Dat is echt kut. Dat is echt kut, Brok. Maar, dames en heren, dit was dus de eerste aflevering van de FireRed Randomizer Nuzlocke. Als jullie genoten hebben van de video, laat dan een like achter. Abonneer gerust. En dan zie ik jullie in de volgende. Ciao.